Zo, en vandaag ga ik het hebben over uh, een, uh, de resultaten, eigenlijk een klein verslag van een hockeywedstrijd. De foto's die ik gemaakt heb tijdens een hockeywedstrijd. Dus uh, het gaat over een uh, hockeywedstrijd, als een hockeywedstrijd die mijn uh, oudste dochter, mijn oudste dochter speelt in line hockey. Uh, Amelie, daar heb ik trouwens ook uh, in de podcastafleveringen al een, um, een aflevering, een interview met haar uh, opgenomen en uitgebracht, een paar afleveringen terug. En daar vertelt ze ook dat een van haar hobby's uh, inline hockey is. Inline hockey is eigenlijk uh, heel fel vergelijkbaar met, uh, met ijshockey. Alleen is er geen ijs en in plaats daarvan hebben ze rolschaatsen met uh, de wieltjes op één lijn. Vandaar inline skates, inline hockey. Uh, maar ze hebben dus ook wel diezelfde hockeysticks, of toch bijna diezelfde puck, de um, goals, de... De bescherming en dergelijke. Het kan er ook soms heel uh, agressief of uh, fel aan toe gaan. Nu ze speelt bij de U16 is dat, denk ik, als ik mij niet vergis. Dus de leeftijd rond de 16 jaar. Dus zijn kinderen. En eigenlijk uh, wat ik gebruikt heb, dus ik ben er al een aantal keer gaan fotograferen uh, bij zo'n wedstrijd. En de vorige keer heb ik altijd al. Uh, de kitlens gebruikt. Dus bij Fujifilm heb je twee kitlens. Je hebt de XC kitlens die uh, 18 tot 55, zo meer standaard, maximale opening van 3,5 tot 5,6. Maar je hebt ook de iets betere kitlens die op de XT1 en XT2. Voor ik denk een minimale meerprijs van iets van 200 euro of zo. Ook tweedehands kun je vinden voor 200 euro. En dat is echt wel een goede lens die XF. 18 tot 55 en die heeft een variabele opening van 2.8 tot F4. Nu, die variabele opening daar kom ik wel even op terug, want eigenlijk heel belangrijk, als ik zo'n hockeywedstrijd fotografeer, dan moet het allemaal heel snel gaan. En als je kunt een bepaalde instelling vooraf instellen, dat niet meer wijzigt tijdens heel uw shoot, ja, dan is dat maar een instelling minder waar je moet over nadenken. En een van die instellingen, dus ik probeer eigenlijk bij zo'n hockeywedstrijd, het grote voordeel daarvan is dat je in een zaal zit. Waar je kunstlicht hebt, soms heb je een mix van kunstlicht en grote raampartijen, waar dat dan daglicht doorheen komt. Maar je hebt over het algemeen wel een vrij vaste belichting. Dus meestal kun je bij zo'n zaalwedstrijd één belichting instellen, die een mooi gemiddelde is tussen wat je links, rechts en voor je ziet van opname mogelijkheden. En dan kun je eigenlijk die volledige belichting. De hele wedstrijd laten staan. Dat heeft als extra voordeel dat je ook bij het uh, bewerken van de foto's achteraf op de computer, kun je eigenlijk uh, op de eerste foto's uitzoeken wat dat zo de nodige correctie is en dan kun je dat heel gemakkelijk automatisch gaan toepassen op al de rest van de foto's in de collectie. Natuurlijk dat zegt niet dat er een keer een foto tussen zit dat je nog moet, uh, zeker op je selectie, moet je dan elke foto nog een keer afzonderlijk gaan fine-tunen. Maar gewoon als globale correctie kun je die heel gemakkelijk gaan doorvoeren. Zeg maar, Stel bijvoorbeeld dat je de hele reeks ene stop onderbelicht hebt, wel ja, dan kun je gemakkelijk die uh, ene stop erbij in de post gaan corrigeren op al je foto's eigenlijk. En je moet niet tussen de foto's in gaan zoeken naar uh, dezelfde belichting. Dat kan soms moeilijk zijn om een belichting te synchroniseren over meerdere foto's. En uh, de belichting die ik daar gebruikt heb, uh, was eigenlijk uh, bij ISO 800. Ja, je wil natuurlijk een vrij hoge sluitertijd hebben, omdat je met die beweging van die, die, die sport zit. So, uh, ik heb zelf al wat geëxperimenteerd en ik weet dat ik niet onder de 250 200 van seconde, daar moet ik niet onder gaan, anders heb ik geen scherpe beelden niet meer. En bij veel wedstrijden zal een 250 van seconde echt wel het minimum zijn. Ook bij die hockey zie je trouwens dat je... Bij een 250 van een seconde dat je nog wel beweging krijgt hier en daar. Afhankelijk van hoe dat onderwerp eigenlijk beweegt, in welke richting dat uw onderwerp beweegt, is heel belangrijk. Dus of het dwars op de as van de, de fotograaf van de lens ligt, of dat naar u toe beweegt. Dat is allemaal een heel groot verschil. Maar eigenlijk komt het erop neer dat er zo heel felle bewegingen, zoals like de puk en slaan met een stick en dergelijke meer, ga je bij een 250 van een seconde nog altijd niet gaan bevriezen. Daar heb je echt wel een 500 van een seconde nodig. Maar het kan wel interessant zijn om zo wat die extra beweging ook in beeld vast te leggen. Zo wat ik zelf doe is eigenlijk. Uh, tijdens heel die wedstrijd hebben ik continu gewisseld tussen een 250ste en een 500ste van een seconde. En met continu wisselen bedoel ik eigenlijk uh, op het moment dat er iemand gewisseld wordt op het veld, wissel ik ook mijn instellingen. Zo kon ik eigenlijk heen en terug gaan tussen een 250ste en een 500ste van een seconde. Puur omdat ik dan een aantal beelden heb die. Uh, uh, echt bevroren zijn en een aantal beelden heb waar je nog die suggestie van de beweging hebt in, uh, de, foto, in de foto's. Nu, dat betekent dus ook wel die 250 van seconde was bij, een, uh, een 800, uh, bij ISO 800 beter. Als ik naar een 500 van seconde ging, ging ik dus ook van, uh, om die correct uh, dezelfde belichting te bekomen, ging ik van ISO 800 naar ISO 1600 natuurlijk. Hè. Dus de... de Naast het wijzigen van de belichting, tussenin wijzig ik de ISO-waarde mee om dezelfde belichting te bekomen. De andere parameter is eigenlijk uw, uw diafragma, dus de lensopening. En bij die kitlens heb je eigenlijk de extra uitdaging dat je met, met die variabele opening zit. Dus eigenlijk als je fotografeert op 2.8 met een groothoek werkt dan kun je die 28 gebruiken, maar als je dan die groothoek die 18 mm is denk ik, de, de grootste hoek op die lens als je dan naar 55 mm inzoomt, dan zal je maximale lensopening van 28 verlopen naar f4 dus dat is een volledige stop dat je eigenlijk um, ja, dat je anders belicht, dat je belichting tekort komt nu, als je bij zo'n hockeywedstrijd sta je dus eigenlijk aan de kant van het veld te fotograferen. Dus je, je kunt wel je positie naast het veld gaan kiezen. Je kan in het midden gaan staan, zodat je even ver van uh, de twee goals staat. Of je kan aan één goal gaan staan. Dus als je wat meer foto's wilt van die, zich, die plaatsvinden aan die ene goal. Je kan ook achter een goal gaan staan, voor een keer een ander standpunt hebben. Met wel op, want die, die, die puks vliegen ongelooflijk hard. Sowieso aan de kant om je ook goed opletten. Um, maar dat is bij elke sport zo. Dus uh, zeker zien dat hij niet in de weg loopt. En uh, die, uh, die 1855, je zult al snel zien dat je op zo'n moment eigenlijk bijna continu op 55 mm, 55 mm aan het fotograferen bent. Juist omdat je, je hebt wat telebereik nodig omdat je eigenlijk naast het veld staat. Je staat nooit niet midden in de actie, je staat altijd naast het veld. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, die 55 mm is eigenlijk net niet genoeg om. Allee, het is een andere manier van fotograferen. Je kunt met die 55 mm niet echt close-ups gaan maken van één speler. zou zullen eerder shot zijn waarbij, dat, en je zult dat ook zien in de, in de foto's, zullen eerder foto's zijn waarbij dat je twee, drie, vier soms, dat je meerdere spelers in een bepaalde compositie en beeld hebt. Met de focus kun je wel een beetje spelen om de, om de aandacht op één speler te leggen, maar vaak gaat de aandacht heel snel naar de actie, naar de puck eigenlijk. Dus gaat dat ook zien. Die een puck is, zo een, 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 zwart, een, zwarte, ja, een zwarte puck midden in beeld, of ja, afhankelijk van waar dat hem ligt natuurlijk in beeld, in het beeld, waar dat de aandacht heel vaak heel snel naartoe gaat, omdat de spelers ook allemaal naar die puck aan het kijken zijn en die puck volgen. Maar je kan wel interessante composities bekomen met zo'n 55 mm uh, om sportfotografie te doen. Er zijn van Fujifilm de, er zijn langere telelensen, maar ik heb die zelf niet in mijn bezit en ik heb er ook niet echt behoefte aan. Voor die paar keer dat ik aan sportfotografie doe. Maar ik heb dus wel deze keer het dus grote probleem met die uh, kitlens. Als je dan een vaste belichting kiest en je zit op 55mm te werken, ja, dan moet je eigenlijk al die f4 gebruiken. Dus dat betekent dat als we nu op die 500ste van een seconde uh, ISO 1600 aan het werken waren, dat betekent dat we eigenlijk met diezelfde belichting al op ISO 3200 zitten. En dan zitten we eigenlijk het kunnen van onze camera al een beetje te stretchen op dat moment. Hè. Dus, ISO 3200 is al vrij hoog om nog hele mooie scherpe foto's te maken. Dus, uh, het helpt zeker om een lichtsterkere lens te hebben. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar een extra voordeel van een lichtsterkere lens is dat dat een vaste, constante opening is. Dus, als ik met die kitlens van 1855-28F4, als ik daarmee aan het werken ben en er komt een speler uh, recht voor mijn neus tegen de borden aan, dan moet ik soms heel snel naar een, uh, een groter um, een, een groothoek gaan eigenlijk, heel snel wisselen met mijn zoom naar een hoek en dan zou, dan bestaat de kans bij die lens dat mijn uh, variabele opening ook verspringt en dat probleem heb je natuurlijk niet met de, met de vaste lensopening, uh, ja met de vaste maximale lensopening zoals bijvoorbeeld de 1655. 2.8, dus die, heeft, die is op 5,5 mm is die ene stop licht sterker, wat dan een extra groot voordeel is. Plus als ik in of uitzoom kan ik continu op die 2.8 blijven werken, dus dat is een groot gemak voor dergelijke wedstrijd. Qua snelheid de, de kit lens, dus de 18-55, 2.8 naar 4 heeft stabilisatie, maar zo'n stabilisatie daar ben je niks mee met zo'n snel bewegend onderwerp. Of toch niet veel, je kan de omgeving iets scherper in beeld hebben, maar dat gaat dan meer gaan over lange sluitertijden. En die lange sluitertijden zijn niet interessant bij sportfotografie. Dus die uh, stabilisatie is van weinig waarde in, bij sportfotografie. En dat zit niet op die duurdere lens. Aan de andere kant is die duurdere lens ook wel een pak, uh, die 2.8 is wel een pak zwaarder, dus het weegt ook wel meer door. Nu, ik had op dat moment had ik trouwens, ik had één batterij mee. Ik had geen reservebatterij mee. Nooit niet doen trouwens. Ik wist van de vorige shoots wel al dat ik met één batterij genoeg batterij heb eigenlijk om zo'n wedstrijd te fotograferen. Dus ik ben er ook wel geraakt die dag. Maar uh, zeker altijd een reservebatterij mee, doen ook altijd het reservekaartje mee doen en dergelijke meer. De, de, de instellingen van de belichting hebben we al besproken. Er zijn nog twee andere instellingen, uh, vrij belangrijk. En die hebben meer betrekking op uh, het autofocus systeem en het, uh, wat al vroeger dan het filmtransport uh, zou zijn. Wat de autofocus betreft, dus bij zo'n uh, snelle opname, waarbij de autofocus heel belangrijk is. Dus op zo'n moment gebruik ik zeker autofocus. Dan is uh, mijn XT2, dus ik heb zowel de XT1 als de XT2. Maar op zo'n moment ga ik altijd de XT2 gebruiken omdat het autofocus systeem daarvan sneller is en omdat je meer instellingen hebt voor het autofocus systeem. Nu, de X-T3 zal waarschijnlijk nog een beter autofocus systeem hebben, maar die, die heb ik niet meer in mijn bezit. Eigenlijk bij wat de autofocus betreft wil je typisch naar uh, continuous focus gaan. Dus waar single focus is dat je als je half indrukt wordt er focus gezocht. Als die gevonden is dan stopt het focus systeem. En dan kun je eigenlijk je focus vasthouden door je ontspanner half ingedrukt te houden. Bij continuous autofocus ga je eigenlijk zolang je de ontspanner half ingedrukt houdt en zelfs al druk je af, blijft het systeem verder zoeken naar een goede focus. Nu, daar komen wel nog een aantal extra parameters bij. En bij, XT, bij de XT2 heb je echt heel veel parameters die eigenlijk de trekking gaan bepalen. En de trekking is eigenlijk het proberen vasthouden van je onderwerp. Want als je, als je een bewegend onderwerp fotografeert, gaat je autofocus systeem op zoek gaan naar. De pixels die echt bewegen en die echt veranderen in beeld, die echt van belang zijn. En proberen daarop de focus vast te houden. Dus in het geval van zo'n hockeywedstrijd zal je autofocus systeem proberen om scherp te stellen op een hockeyspeler. En dan heb je een aantal parameters waarmee je die autofocus kunt gaan fine-tunen. En dat zijn parameters zoals bijvoorbeeld, wat moet er gebeuren als er... Een bepaald speler, als je die vast hebt en er komt een andere speler in beeld, moet je dan verspringen naar die andere speler of moet je juist die andere speler gaan negeren. Als die andere speler dan helemaal voor je in beeld komt, moet je dan pas verspringen of moet je nog altijd blijven die andere speler negeren. Wat doe je als je onderwerp van links naar rechts beweegt enzovoort. Het zijn allemaal parameters die je bij de XC2 heel fijn kunt gaan instellen. En uh, ik geloof dat... Uh, instellingen zijn van 0 tot en met 5 voor een aantal parameters en je hebt een aantal presets zoals bijvoorbeeld voor ja het zijn allemaal sport, uh, takken van sportfotografie je hebt één voor tennis geloof ik, een voor autosport heb je hebt zo nog een aantal um, presets eigenlijk en ik, heb, ik gebruik vooral uh, optie 5 en dat is als ik me niet vergis bedoeld voor, uh, vooral bedoeld voor tennis dus bij, voor een onderwerp die heel fel van links naar rechts beweegt een andere instelling naast het autofocus systeem is uh, dus als je fotografeert en je houdt de ontspanner ingedrukt, wat er moet gebeuren zolang dat je de ontspanner ingedrukt houdt. Het is dus eigenlijk het filmtransport, hoeveel foto's dat je op zo'n moment mag maken. Uh, als we gaan kijken naar echte sportfotografen, dan gaan die vaak dus aan de andere kant nog zo een uh, veel langere tele gebruiken om echte close-ups te kunnen maken gaan ook heel vaak een zoomlens gebruiken. We gaan ook heel vaak een lichtsterke zoomlens gebruiken. Een 2.8 lens. We hebben ook vaak een, een statief mee. Voor die langere zoomlensen. Is dat wel nodig. Voor die 55 mm kunnen we nog perfect uit de hand fotograferen. En uh, een andere, uh, iets anders wat je gaat opvallen als je zoiets bekijkt. Is als die ontspanner indrukken gaat dat chak check, 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 check maakt Dat maakt continu heel snel foto's naar elkaar. En dat is de zogenaamde burst modus, Waarbij dat je eigenlijk zolang je ontspanner indrukt... Had hij continu foto's gaan maken. En uh, ja, dat, dat, dat blijft lopen totdat je buffer eigenlijk vast zit. Hè, als je buffer vol zit, dus je foto's worden opgemaakt, of worden gemaakt. De digitaal bestanden worden in een buffer opgeslaan. En worden dan vanuit die buffer één voor één weggeschreven naar je geheugenkaartje. Nu dat wegschrijven naar dat geheugenkaartje, dat is een veel tragere actie dan de foto opslaan in de buffer. Dus die, dat buffergeheugen is veel sneller geheugen. Maar dat is natuurlijk ook wel vrij duur geheugen. En er is een beperkt aantal... Uh, je hebt meestal wordt dat uitgedrukt in, uh, in een aantal shots. En je ziet dat ook, of je hoort dat beter ook, als je die ontspanner continu ingedrukt houdt. Dan gaat dat in het begin heel snel, maar na verloop van tijd gaat dat wat, wat trager gaan gaan. En dat is eigenlijk het moment waarop dat je buffer volgelopen is. Ik ga dat proberen even te laten horen. Dus bij Fujifilm heb je de CH en de CL optie. Dus de S optie is voor uh, single foto, dus dat je maar één foto maakt. CL is continuous maar low, terwijl dat CH continuous high is, dus heel snel. Als ik nu even Maar dus dat is hoe het systeem werkt eigenlijk. Dus uh, uw buffer wordt volgeschreven en uw foto's worden snel na elkaar opgenomen. Nu, ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik die optie niet. grote nadeel van die optie eigenlijk sowieso als je aan sportfotografie doet en je neemt foto's van een volledige wedstrijd. Zo'n wedstrijd duurt, ja, het is iets langer dan een uur. Als je daar uh, continu aan het fotograferen bent, dan heb je al veel foto's op het einde. En als je dan ook nog eens in een in high burst mode gaat gaan fotograferen, dan heb je eigenlijk heel, heel veel foto's. En mijn geheugenkaartje, dat zijn kaartjes van 32 gig, denk ik, ja. Die gaan uh, nog niet zo snel vol zitten, dat is niet echt het probleem en desnoods pak je nog niks dat kaartje mee. Maar het is vooral al het werk dat erbij komt kijken om achteraf op de computer al die foto's te gaan bekijken en te gaan selecteren. Dat is hetgeen waar ik zelf heel veel tegenop zie. Sowieso zelf nu al, dus ik gebruik uh, single. Dus eigenlijk één keer afdrukken is één foto. En nu heb ik al evenveel tijd nodig om die foto's te bewerken als ik tijd nodig had om die foto's op, op te nemen. Dus eigenlijk uh, ik ga ik zeker ook een uur en een beetje, de tijd dat ik gespendeerd heb aan die wedstrijd, ga ik zeker ook achter mijn computer zitten foto's bewerken, sowieso. Dus ik kruipt sowieso al veel tijd in. Niet zozeer om die belichting overal goed te zetten, maar wel om die selectie te maken. Dus je hebt sowieso al vrij veel beelden. En dan moet je eigenlijk, wat ik heel vaak doe, is gewoon door alle beelden gaan. En uh, aanvinken welke dan weer interessant lijken. En dan enkel de interessante nog een keer overlopen. En daar eventueel nog een paar gaan terug uithalen als ze toch zo interessant niet blijken te zijn. Maar dan enkel die selectie, daar dan uh, de fine-tuning, dus de definitieve bewerking op uitvoeren. En je gaat zien, als je daar één keer doorgaat, heb je vaak al, stel dat je maar 100 foto's vertrekt, na één keer doorgaan heb je meestal al... 50 of als je goed selecteert misschien zelfs nog maar 30 foto's over, maar dat zijn dan wel interessante beelden. Beelden die technisch ook allemaal goed zijn, Maar veel van die beelden ga je zien, de xt 2 heeft een zeer goed autofocus systeem, maar zelfs dan zijn er altijd nog wel momenten dat er gewoon ja, niet genoeg tijd was om een scherpstelling te maken of dat ik gewoon niet lang genoeg half ingedrukt heb om een bepaalde trekking te bekomen. Want dat moet je natuurlijk wel doen op zo'n moment. Dus die, die trekking werkt heel goed, maar je moet wel de camera even tijd geven, dus half ingedrukt houden, om die te laten zoeken. Als je die ontspanner gewoon heel de tijd volledig indrukt, zonder dat je tijd geeft om een scherpstelling te bekomen, dan ga je heel weinig uh, goed uh, scherpgestelde foto's hebben, natuurlijk. Hè. Iets wat mij bij de X-T2 deze keer wel opgevallen is, en ik weet nog niet of het is omdat ik. Uh, met de 2.8 lens gewerkt heb of omdat het is, om, ik denk eigenlijk eerder dat het samenhangt met een firmware update die ik daartussen gedaan heb. En volgens mij is er nu al een recentere firmware update beschikbaar die dat mogelijk en hopelijk ook oplost. Maar ik heb gezien dat de, hoeker, de, de zoeker vaak uh, haperde. Dus eigenlijk dat je de camera, vooral als je de camera, dus je laat hem aanstaan. Maar je houdt de niet ingedrukt. En dan ga je de camera fel gaan bewegen. Dan zag ik vaak dat de zoeker kwam Op het moment dat ik aan het scherpstellen was, had ik dat probleem niet. Maar bij het inzetten van de scherpstelling, dus als het nog niet gesteld wordt, dan zag ik wel vaak de zoeker haperen. Dus ik hoop eigenlijk een beetje dat dat met een firmware update opgelost is. Maar ik denk het wel, want ik meen iets, me iets te herinneren van... Een firmware-update op de XT2, die eigenlijk uh, 4K, uh, 60 frames en velog enzovoort geactiveerd heeft. Dat daar een bepaalde bug in zat. Dat uh, kon veroorzaken dat de camera bleef hangen. Dus hopelijk heeft het daarmee te maken. En daarmee heb ik het allemaal zo wel wat verteld, denk ik. Ja, dus ben ik een klein beetje een atypische uh, sportfotograaf? Of, of op vlak van sportfotografie ben ik een klein beetje atypisch. En die zijn dat ik heen. Ja, Super lange zoomlens gebruik en ook niet met uh, continuous transport. Het, dus met een heel snel uh, beursmodus werk, wat mij vooral veel beelden en veel werk zal opleveren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik uh, niet tevreden ben van het resultaat. Ik heb meestal wel uh, mooie, leuke shots en ook vaak genoeg shots. Ja, als je de beelden bekijkt, mijn, dochters, mijn oudste dochter speelt met uh, nummer, rug nummer 36. En ja, de scoren, dus ze zijn verloren spijtig genoeg met 6-4. Het was wel geen slechte match. Ze hebben goed gespeeld. En 6-4 is maar een klein verschil. Ze hebben het eigenlijk wel goed gedaan.